Hey Gonzi Games kijkers, welkom bij een nieuwe survival reeks met Gons en Jerry. Juist. Hey, ben je aan het baderen? Hè? Ben je aan het baderen? Ja, even wassen. Even wasje. Bloemetje. Vergeet je achter je oortjes niet? Absoluut. Wat gaan we vandaag doen, Jerry? Goeie vraag, wat gaan we vandaag doen? Ik weet niet, ik zou eigenlijk niet eens weten vandaag. Wat gaan we vandaag doen? Geen idee. Weet je wat, ik heb gold, ik heb iron al gemined. Ik denk dat we gewoon dit gaan smelten en dat we ondertussen farm gaan maken. Ik had bij het water had ik ergens al wat gemaakt, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, je had zo'n klein poepfarmpje gemaakt. Ja, dus ik denk dat we dat een beetje gaan uitbreiden. Kijk hier, we hebben al wat wiet. Zie je, het groeit al wat. Oh, wiet! Maar hadden we al een furnace? Absoluut. Oké. En we hadden ook een vishengel. Shit. Hadden we ook kool? Kool hadden we ook wel wat. Nee, de kip ontsnapt! Nee! Karen! Freekie, kom terug! Freekie, pak zaad! Ik heb zaad. Waar is die nou? Hier kom jij. Jerry? Ja? De dieren zijn weg. Nee, de berg zit er nog goed aan een soort schaap buiten. Oké. Oh, ze lopen buiten. Oh ja, natuurlijk. Nee, die berg niet. Waar is de berg? Geen idee. Die is volgens mij de buitengrens die achter jou aan en zo. Ik doe de iron daarin. Ik heb hier nog wat gold. Dus die doe ik even in de kist. Lau. Ja? Ik wil niet onderbreken of zo, maar ik heb de berg gevonden. Waar is hij? Hij zat buiten. Ah, oké. Ja, maar ik heb nu een gat voor hem gegraven. En daar gaat hij lekker in zitten. Nou, dat kan ook. We gaan vandaag in ieder geval met de farmpje denk ik maar even beginnen. Zal ik dan even een hole maken? Ja, wacht even. Ik probeer even wat zwijn terug te duwen. En we hebben geen hout. Dammit. Momentje, even het zwijn terug zijn hole in duwen. Hier kom jij, zwijn. Zwijnhoen? Ja, we hebben al verschillende namen binnengekregen om ze te geven, maar we wachten nog even tot volgende week. En dan, ja, voor het schaap, hè, want we hebben al het vark... Nee, wacht. Hoe heet het vark ook alweer? Wouter. Oh ja, Wouter, het vark, Freekie de kip en... Bob. Dat Bob. Tijdelijk Bob. Ja. Tijdelijk Bob het schaap. Ja. Maar ik zit te denken van degene die de naam heeft verzonnen, tenminste, wie een originele leuke naam verzint, mag de volgende aflevering ook meedoen. In our survival race. Yeah. And you can be Jerry's bitch. You can be, and you'll always be my bitch. Biatch, ik heb hout. Nice. Ja. Heb je hout? Mag hout? Ik heb hout. Hout? Ik mag hout hebben. Oh goed. Zo, dan hebben we plankjes. Ja, we hebben even een ho nodig, dus ik maak even een ho. Ja, dat was ik dus net van plan. Oh. Nou ja, dan hebben we twee ho's. Ho. En ik mag even een bucket maken. Ah, bucket heb ik al. Ik ook. Yay, achievement! Time to farm! Yay, dan ben ik officieel een boer! Yay! We gaan op avontuur met boer Jerry en boer Laurens. Wat gaan we vandaag doen, Jerry? We gaan de farm maken, of niet? Nou, eigenlijk op zich gaan we best wel heel erg een farm maken, want ik kan geen boeraccent, dus ik doe maar eigenlijk een heel mooi accent. Nou, dan gaan wij lekker een farmje maken, joh! En ja, die ratkitten zitten ook altijd in de buurt, no? Kijk, ja. daar hebben we Bob. Hi Bob. Ik vind het helemaal geweldig, maar... Zullen we hem hier maken? Hier hebben we mooie ruimte. Hey, schappies! Schappie. Hallo schap. Ja, laten we hier even wat gras nog weghalen. Dan hebben we misschien een beetje meer zaad. En dan kunnen we meer wiet verbouwen. Weet je, dat vind ik een goed idee. Hallo schap, wil u was ook bij ons in de farm? Dat is Bob. Dat noemen we jou. Peter. Bob en Peter. Bob en Peter. Stond er trouwens niet in de reacties ook al iemand die de Peter voor het schaap bedacht had? Geen idee, volgens mij wel. Er stonden verschillende reacties. Ik geloof van Little Chef Rico en Falco, dacht ik. Weet je wat, ik pak ze er even bij. Ja, wat doe dat? Pak jij ze er even bij. Maar we maken ze pas volgende week bekend, toch? We maken het volgende week pas bekend. En ik kan wezen dat we verschillende namen kiezen van personen. Maar we nodigen sowieso iemand uit die ons volgende week gaat helpen. Mm-hmm. Momentje hoor. Ik zal eens even kijken wat voor reacties ze allemaal hadden.
En ik doe een plunge. Wee. Nou, gaan we kijken wat Jerry voor reacties allemaal heeft. Goh, wat een stilte is er net. Jerry, schiet op. Ja, ik ben aan het kijken, ik ben aan het kijken. Oké, dan kijk maar even. Nee, niet gevonden. Momentje. Welk filmpje was het nou? Dierenmanieren, toch? Ja, dierenmanieren. Als je van dieren leren kan. La 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 la. Zo. Het blokken van mij, trouwens. Oh ja, we hadden al twee namen. Wacht. Varken. Voor het varken hadden we al Berend. Iemand. Ja. Van Koele Kip. Berend het schaap. Het Berend het varken. Ja. Voor het schaap hadden we Justin Bieber. Mhm. En voor, kip... voor het schaap Justin Bieber stond hij er ook bij ofzo? Ik vind het een hele, eigenlijk gezegd, een beetje een belediging voor het schaap. Maar... Inderdaad. Maar voor de kip hadden we Peter dan. Dat was allemaal van dezelfde guy. Dan hadden we Falco, die wou Robert. En dan hadden we Mr. Little Chef Rico, die wou Robert. Peter. Robert, en ik neem heeft te veel GTS tegengekeken volgens mij. Sorry? Robert heeft volgens mij te veel GTS tegengekeken. Robert, hoezo? Nou, Robert, voor goede tijden. Of voor pittige tijden was vroeger altijd, hè? Robert, of is dat nog voor jouw tijd? Wat? Water. Pad. Is het nu tijd om te gaan rage quitten? Nee, het is niet tijd om te... Oh. Wauw, mooie zonsondergang, hè? Moet je kijken, Jerry. Wauw. Zit maar niet te bitchslappen. Sorry. Maar zonsondergangen zijn voor doetjes. Ik heb al ook al wat zaadjes geplant, dus als het goed is hebben we hieronder ook nog allemaal wiet. Ja, kijk, daar hebben we allemaal nog wiet staan, dus... Dus ik ga die pakken. Oh ja, ik haal... Shit, maar nou is deze de bitchslapper. Sorry. Weet je alvast een titel? Ja, bitchslapping. Bitchslapping, ja. Just a bitchslapping. Goed, ik heb een beetje wiet, dus we kunnen een beetje mooie broodjes maken nu. Broodjes, ik heb twee wiet. Je hebt twee wiet? Ja. Als je ze maar even aan mij geeft, dan kan ik twee broodjes maken. Ik heb ook nog redstone trouwens. Ik heb ook roosboesjes. Kijk, boesjes. Wat hier al een beetje leuk, zie je roosboesjes. Ciao. We moeten even mooi voor de deur neerzetten, want ik heb ook nog eieren. Eieren. Ik heb ook een ei. Nice. Heb je spiegelei? Heb je roerei? Heb je een... Of ben je eigenaardig? Gekluts ei. Hey, ik vind je wel eigenaardig. Hey! Kijk, kuiken! Hey! Die sloeg je uit mij. Een kippetje. Komen nog een kip uit. Oké. Jerry, pas op jij, hè. Dat is je laatste waarschuwing. Maar wat gaan we nou doen? Ja, we hebben voor nog een beetje hout nodig, want dan natuurlijk wel mooi dat je net hekje omheen. Een hekje eromheen. Ik heb hier nog 16 hout en ik heb nog 2 sticks. Dus ik ga nog even wat sticks maken dan. Voor de... En dan gaan we even kijken voor... Ik heb 10 fences, nou dat is natuurlijk niet genoeg. Ik hoor iets engs. Gefaalde bitchlap. Lijkt er wel, auw. Komt er nou een ei uit? Wat? Zo. Dat was Jerry dood. Ik had je gewaarschuwd. En Jerry is weer dood. Ja, nou. Één voordeel. Dat is gelukkig maar 100 blokjes lopen. Ja, dat scheelt weer. Dus als je even vriendin verzoekt om je stuff daar te laten liggen. Maar voor mij is dit wel een perfecte einde. Hè? Jerry is dood en we gaan maar afsluiten. Rip Jerry. We gaan hier... Hey, een bitch! Hey, Jerry, je bent er weer. We zijn er weer. Reïncarnatie? Nee, reïncarnatie. Reïncarnatie, banaan. Oké. Okay. Maar we gaan afsluiten, dames. We spelen! Gentlemen. Ja, die heb ik wel, die geef ik je zo wel. Laat nog even achter reacties van de namen voor de dieren nog. We gaan volgende week gaan we de winnaar bekendmaken. Die gaat gelijk meedoen in de volgende aflevering. Dus dan horen jullie het wel. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tot de volgende Gonzi Games. Dus. Ayush. Doei.